Voelt het anders vandaag, Prinsjesdag, vergeleken met de afgelopen decennia voor u? Ja, voor mij voelt het ontspannender. Ik merk toch wel weer dat in al die jaren dat je fractievoorzitter bent, je tijdens de troonreden al zit te denken, straks heb ik weer allerlei camera's voor mijn neus en die vragen, wat viel u op, waar ben je het mee eens, waar ben je het niet mee eens? Kortom, al dat soort gedachten heb je echt als fractievoorzitter. En ik zat nu naar Chris te kijken, ja, hij staat er nu voor. En denk ik, nou Chris, ga je gang, alle vertrouwen erin. Ervaart u het juist andersom? Ja, ik heb precies andersom. Vorig jaar dacht ik van, nou Kees moet het morgen doen. En ja, nu moet ik het morgen doen. Dus ik ben wel iets meer gespannen, zeg maar, dan ik normaal gesproken ben op zo'n dag.